Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons. In deze dienst gaat Just van Es voor en Jan Smit bespeelt het orgel. Tijdens deze dienst zijn er twee rondgangen. De eerste is bestemd voor de christenen en moslims in Nigeriaanse dorpen en een toelichting hierover kunt u lezen in de orde van dienst. De tweede rondgang is voor de kerk en bij de uitgang is er een schaal. Aanstaande woensdag 2 november is het dankdag. Egbert Smit zal dan voorgaan, aanvang 19:30 en Kees Steketee zal dan het orgel bespelen. Maar vooraf hebben we onze gezamenlijke maaltijd, waarbij een ieder van harte is uitgenodigd. We nemen voor plusminus 2 personen eten mee en het is ieder jaar weer een verrassing wat er op de tafel komt te staan. De maaltijd begint om 19:30. Dan gaan we ook echt beginnen, want anders zijn we niet klaar om 19:30. Tevens is er een ruiltafel waar men na de dienst, als men dat wil, iets van mee kan nemen. Zondag 6 november gaat Anja Diesem ervoor. We delen dan ook brood en wijn en Kees Steketee bespeelt dan weer het orgel. 'Smiddags 6 november is er een speciale vesper. Hierin gaat Just van Es voor, waarin de Johannes de Doper kantorij de Oostkantaten ten gehore zal brengen, onder leiding van Kees Steketee en waarin ook een viertal solisten hun medewerking zullen verlenen. De aanvang hiervan is 19:30 en de kerk is open vanaf 16:45. Komt u op tijd, want vol is vol. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor en wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stilgebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Wij wensen elkaar een goede dienst toe. Before
Onze hulp is de naam van de Heer. Hij blijft trouw, altijd. De Heer zij met u met zijn genade en vrede. Laten wij bidden. Dat wij elkaar tot zegen zijn. Daarom zijn wij op aarde. Wij mensen voor elkaar en voor alles wat leeft. Maar het is zo duidelijk dat wij dat vaak niet zijn. Dat we beschadigen, beperken. We voeren strijd in het groot en het klein. We jagen elkaar op. We vervuilen ons milieu. En we nemen voor onszelf wat is van al wat leeft. En we kunnen ons daar zo machteloos in voelen. In wat onze traditie zonde noemt. En zo verlangen naar nieuwe mogelijkheden, een nieuw begin, of tenminste een vervolg met nieuwe mogelijkheden, dat we verder kunnen en ja, elkaar tot zegen zijn. Met dat verlangen zijn wij hier op zoek naar heling, verzoening, vergeving. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Amen. O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart door u geleid met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld. Geef dat uw roodstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij u nog.
volgen ongestoord op weg gaan met u mee. Op weg gaan met u mee. Dit is het verbond dat ik met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Want iedereen, groot tot klein, kent mij al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. O vrede van Tiberias, o heuvels in het land, waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas en in hun midden stond en in hun leven stond. Leg hier uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vlees, de lust, en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is. Hoe schoon uw vrede is. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwaart. Maak gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind. Wij bidden voor wij de schriften openen. Wij bidden dat die stille stem klinkt door onze woorden heen, die stille stem in het hart, in de ruimte die wij nu maken, in onze aandacht, in ons. Amen. We zijn een paar weken bezig met het Onze Vader. Dit is de derde dienst daar weer in. En ik zou het hebben over straks over vergeving. Die beroemde zin uit het Onze Vader. En ik lees nu uit Matteüs. Bij het bidden moet je niet eindeloos voortprevelen. Zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt.
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. En dan een heel stuk verderop in hetzelfde evangelie kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Tot zover. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was, staat er in het Onze Vader. Een paar jaar geleden zeiden we nog: vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Dat kan vanuit het Grieks gezien allebei.
Maar in beide gevallen is duidelijk dat er een nauw verband is tussen de goddelijke vergeving en hoe wij mensen elkaar vergeven. God, vergeef ons zoals wij dat onder elkaar doen, lijken we nu elke week te zeggen. Dat is nogal wat. Ik herinner me een onthullend gesprek in de tijd met een Indonesische collega aan de theologische faculteit in Jogja, een echte Javaan, die zei: zoals jullie in het Westen over vergeving praten, dat we alles moeten uitpraten en dan vergeven, dat kunnen wij niet, wij Javanen. Ik vroeg, wat kan dan wel? Nou, hij zegt, het maximaal haalbare is dat we er niet over praten, over wat een ander ons heeft aangedaan, en misschien dat het dan op den duur een beetje slijt. Nou, later ben ik gaan inzien dat dat misschien helemaal niet zo exclusief Javaans is, maar misschien wel veel meer ook onze werkelijkheid. Zoals in Wassenaar ooit een gemeentelid zei: Just, ik krijg dat mijn strot niet uit, want het is niet waar. Ik doe het niet, iedereen vergeven. Dat kan helemaal niet. Tenminste, ik niet. Nou, ook in andere opzichten heeft dat gebod dat wij elkaar moeten vergeven veel kwaad gedaan. Dat als we dat niet doen, dat we dan eigenlijk nog minder waard zijn dan degene die ons iets heeft aangedaan, hè? Want zo lijkt het dan. Ook in dat stuk dat we in Matteüs lezen. Ik heb een aantal jaren gewerkt in de Helderingstichtingen, waar zwaar beschadigde en zo delinquent geworden jongeren werden opgenomen of opgesloten, hoe je het bekijkt. Veel meisjes en ook jongens waren slachtoffer van verwaarlozing en van incest. En vooral als zij uit een christelijk milieu kwamen, dan was die eis om te vergeven een enorme zware belasting bij het vinden van een leefbaar leven. Soms zagen zij die kinderen, zoals kinderen toch al geneigd zijn om te doen, zichzelf als de oorzaak van alle ellende. En ging het erom juist hen een gevoel van nieuwe eigenwaarde te geven. Of liever gezegd, dat zij die zouden kunnen veroveren. En daarbij was die eis van vergeving een bron van grote verwarring. Zeker als daarbij werd gezegd dat de dader allang door God was vergeven. Dus sukkeltje, waar blijf jij dan? Maar niet alleen in zulke extreme situaties. Voor ons allemaal zit er iets onmogelijks in die eis. Dat gebod om te vergeven. Dat gebod behoort tot die geboden die ons het alleen maar moeilijker maken om dat wat we wel voelen dat we eigenlijk zouden moeten doen, ook te doen. Zoals geloof of heb vertrouwen tegen mij gezegd als ik echt in de put zit, omdat ik het meest basale vertrouwen juist kwijt ben. Nou, dat helpt niet echt hoor. Of zoals heb lief ons hart als het verkild is nog verder kan doen verstenen en ons behalve die kilte ook nog het gevoel geeft van falen. Zo is ook vergeef, vooral als het zo zwaar en dreigend wordt aangezet als God vraagt jou om te vergeven, een verlammend bevel. Waar moet je dan heen met je gekwetstheid, met je verwarring, je woede? Terwijl een ander jou iets heeft aangedaan, word jij degene die iets verkeerd doet, die niet vergeeft. En gelukkig is dit inzicht breed doorgedrongen en is er aandacht voor wat het slachtoffer van onrecht is aangedaan en wat dat allemaal in hem of haar uitwerkt, zonder meteen die eis van vergeving. En daardoor is de kans dat er een proces op gang komt dat uiteindelijk tot vergeving leidt, alleen maar groter. Want als het mogelijk is, als het erin zit, is dat natuurlijk wel geweldig. Niet alleen voor de dader,
maar ook voor het slachtoffer. Echte vergeving is een verbijsterend iets. Een bevrijding voor de dader die het niet kan eisen, er alleen op kan hopen, maar ook voor het slachtoffer. Dat hij of zij bij wat er allemaal is gebeurd, dat echt weer kan loslaten. Dat de dader niet nog steeds dat hele beeld vult, 's nachts in je dromen verschijnt en in je dagdromen je met wrok vervult. Dat er weer ruimte komt om te leven. Bisschop Tutu, die zijn hele leven ervaring heeft met dit ingewikkelde proces van vergeving, heeft er een prachtig boek over geschreven. En er zich voor ingespannen. Vanwege wat Zuid-Afrikanen Ubuntu noemen. De verwevenheid van ons mensen. Onze levens vormen samen een weefsel. En als dat beschadigd is, dan moet er iets gebeuren. De scheuren in dat weefsel moeten gerepareerd. Maar vergeving kun je niet maken. Je kunt niet zeggen, en nu vergeef ik je, klaar, ziezo, dat is ook weer gedaan. Je kan dat wel een beetje vroom zeggen, maar daarmee is het nog geen werkelijkheid. En als het wel werkelijkheid wordt, echte vergeving, dan is dat een geschenk. De dader kan het niet vragen, het slachtoffer kan het niet moeten, maar het kan wel gebeuren. Het gebeurt. En vergeving is dan iets goddelijks, iets dat van buiten ons bereik binnen onze mogelijkheden kan komen. Als een geschenk, als een verrassing, een opluchting en een bevrijding. Je kunt het niet maken, maar dat wil niet zeggen dat je niks kan doen. Integendeel, het is een heel werk, dat werk ter wille van die vergeving die je niet maken kan. Vergeving is niet goedkoop. Tutu zegt, wie beweert dat vergeving makkelijk is, heeft het nog nooit geprobeerd. En zijn boek is de weerslag van zijn eindeloze inzet voor dat moeilijke proces van vergeven. Het slachtoffer moet zijn verhaal kunnen vertellen. En daar moet alle aandacht en ruimte voor zijn. En dat is op zich al een heel karwei. Ook bij de dader. Hij moet zijn pijn kunnen benoemen. Wat het hem heeft gedaan. En de dader moet dat horen. En dan kan het zijn. Maar niemand, zegt Tutu, mag jou voorschrijven wanneer dat moment is gekomen. Dan kan het zijn dat er ruimte komt. Na al die aandacht voor het misdrijf en het slachtoffer. Dat het slachtoffer zich kan verdiepen in de dader. Wat dat voor iemand is. Hoe die tot zijn daad is gekomen. En dat is een bijzondere verandering van focus, een bevrijdende overgang voor dader en slachtoffer, die dan geleidelijk aan minder slachtoffer wordt. Je ziet elkaar weer als persoon, als medemens, als iemand die deelt in de kwetsbaarheid van het mens zijn. Als iemand die in staat is tot onnadenkendheid en wreedheid. Maar ook als iemand met grote mogelijkheden van geven en vergeven. Dat zie je weer, ook al besluit je om elkaar nooit meer te zien. Wat het onderwerp vergeving zo ingewikkeld maakt, is dus dat dubbele ervan. Aan de ene kant kan je het niet eisen, maar je kunt de mogelijkheid ervan wel ook aan de andere kant onderschatten. En dan misschien juist iets missen dat tot het allerbijzonderste van het leven behoort. En Tutu zie je bezig in dat tussengebied. Jezus ook. We moeten niet vergeten dat het Onze Vader bij Matteüs staat in de bergrede. Kijk, als je de bergrede leest als een reeks van bevelen, geboden, dingen die je moet doen om van waarde te zijn als mens, te voldoen, dan is het een diep deprimerend stuk.
dat meer van je vraagt dan je kunt. Weggeven, liefhebben tot zelfs je vijand toe. En dus dan ook nog eens vergeven. Niet eenmaal, maar eindeloos. Wat moet je daarvoor dan niet een kracht hebben, een rijkdom? En wie zich arm voelt, die wordt er alleen maar armer en ellendiger van. Kijk, en dat is nou juist in de bergrede het punt van Jezus. Als hij spreekt tegen mensen die zich daar hebben verzameld. Het is er hem niet onbegonnen om ze nog zwaardere lasten op te leggen dan de godsdienst al doet met al zijn eisen en regels en wetten. Juist niet. Hij wil hen juist bewust maken van hun rijkdom. Het zijn mensen die door de officiële godsdienst niet worden geacht. Zondaren, armen, zieken, mensen zonder status. En wat hij tegen ze zegt is: jullie moeten dit en moeten dat en dat lukt niet en dan ben je dus niks waard. Geloof het niet. Want jullie, armen van geest, jullie zijn rijk. En laat je niet misleiden door de priesters en de wetgeleerden. Jullie zijn kinderen van God. Zij zijn arm en hebben zichzelf beperkt met alles wat ze hebben en denken te weten. Maar jullie zijn vrij als de vogels in de lucht. En God zorgt voor je. Jullie leven is eigenlijk al het koninkrijk van God. Het is empowerment wat Jezus hier doet. Ze doordringen van hun waardigheid en hun mogelijkheden. Hij eist niet van alles van ze. Hij zegt: teken niet voor minder dan dit leven in het koninkrijk van God. Jullie kunnen het. Je hebt het in je. Dus maak van dat bidden niet zo'n vragen en soebatten. Je hebt al lang wat er nodig is. Je hoeft niet zo je best te doen om ergens aan te voldoen. God heeft je lief. Je hoeft niet met allerlei slimme redeneringen te overtuigen. Hij staat al aan jouw kant. En dus tegenover mensen die bij jou in het krijt staan, die jou iets schuldig zijn, denk aan je rijkdom, ook al bezit je geen cent, en handel van daaruit. Zo ga je leven in een wereld van overvloed, van stromen, van geven, schenken. Dus als je bidt, leg dan niet alle nadruk op wat je van God wilt verkrijgen. Ach, dat geeft hij je wel. Zo begrijp ik tenminste een beetje die merkwaardige zin: vergeef ons onze schulden zoals wij hebben vergeven, of zoals wij bezig zijn te vergeven wat andere mensen ons schuldig zijn. Ik denk wel eens, misschien is dat onze Vader wel helemaal niet zozeer een gebed eigenlijk, als wel een soort programma voor de dingen waar je je mee bezig moet houden. Met het vergeven, het herstellen van de scheuren in het weefsel van de samenleving waarin we leven. Met elkaar, met de natuur. En als je daarmee bezig bent, met dat herstellen en dat durft, levend vanuit een rijkdom, wie je ook bent en wat je ook hebt in de ogen van anderen. Als je daarmee bezig bent, dan hoef je ook geen zorgen te maken of jouw tekorten wel worden schoongeveegd. Als je bezig bent met vergeven wie ons iets schuldig is. Want als je zo leeft, ontdek je de rijkdom van de menselijke mogelijkheden. En dat is een goddelijke mogelijkheid. En dat is de boodschap naar mijn idee van Jezus in de bergrede. Doe het niet voor minder, daar ben je te goed voor. Daarvoor is het leven te rijk. Nou, als we daar nou maar niet weer een nieuw moeten van maken, maar gewoon aan de slag gaan ermee. En dat steeds met die twee gedachten in het achterhoofd. Je kan niet geven wat je niet ontvangen hebt, dus forceer niet. Wacht maar af wat er gebeurt, welke mogelijkheden zich misschien gaan voordoen. Maar aan de andere kant, perk de mogelijkheden niet bij voorbaat in. Kijk wat een tutu en velen daar met hem mee hebben mogelijk gemaakt door hun geloof in vergeving. Juist vergeving als een gave
voor dader en slachtoffer. Lees in de Bijbel een verhaal als van Esau en Jacob. Hoor Jezus aan het kruis zeggen: Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. Trek geen grenzen, zie waartoe een mens soms in staat is als het om vergevingsgezindheid gaat. Hoe Jezus zelfs zo aan het kruis kon bidden. Stel jezelf geen onmogelijke eisen. Geef stem aan je pijn, je teleurstelling, je gekwetstheid. Maar schat jezelf niet te laag in. Onderschat niet wat gebeuren kan. Blijf ermee bezig, zoals Tutu, zoals Jezus. En om te zien hoe ruim die grenzen kunnen zijn, lees ik tenslotte de verbijsterende woorden van die monnik uit Algerije die voorzag dat hij zou worden vermoord. En vast bij zijn leven dat proces van vergeving, dat goddelijke proces, in werking wilde zetten. In elk geval daar ruimte voor wilde maken. Hij schrijft dit: als ik ooit, het zou vandaag al kunnen gebeuren en het gebeurde morgen, het slachtoffer werd van een terrorisme dat nu blijkbaar alle vreemdelingen in Algerije wil treffen, dan wens ik dat mijn gemeenschap, mijn kerk, mijn familie zich herinneren dat mijn leven gegeven was aan God en aan dit land. Mijn leven is niet meer waard dan dat van een ander. Het is ook niet minder waard. In elk geval heeft het niet de onschuld van de kindertijd. Ik heb lang genoeg geleefd om te weten dat ik mede schuldig ben aan het kwaad dat in de wereld helaas lijkt te zegevieren, zelfs aan het kwaad dat mij blindelings kan treffen. En ik zou graag, als het zover is, in een flits van luciditeit hebben die mij in staat stelt aan God en aan mijn broeders in het mensdom om vergeving te vragen. En tegelijkertijd zou ik diegene die mij doodt van ganser harte vergiffenis willen schenken. Ik zou een dergelijke dood niet kunnen wensen. Het lijkt me belangrijk dit uitdrukkelijk te zeggen. Ik zie immers niet hoe ik mij erover zou kunnen verheugen dat dit volk waarvan ik houd zonder onderscheid van mijn dood zou worden beschuldigd. Hij dankt God voor zijn leven en schrijft dan verder: in deze dank, waarmee van nu af aan alles over mijn leven is gezegd, sluit ik jullie natuurlijk in, mijn vrienden van gisteren en vandaag, en jullie, mijn vrienden van hier, die samen met mijn moeder en mijn vader, met mijn zusters en mijn broers en hun familie, het honderdvoudige zijt dat gij mij geschonken hebt, zoals beloofd was. En ook jou, mijn vriend van het laatste ogenblik. Je zult niet geweten hebben wat je deed. Ja, deze dank en dit adieu zijn ook gericht tot jou, in wie ik het gezicht van God zie. Mogen wij elkaar als gelukkige moordenaars weerzien in het paradijs, als het God, onze beider Vader, belieft. Amen. Inshallah. Ja, amen.
We zullen bij onze gebeden 3 keer de voorbeden beantwoorden met de regels die op uw liturgie staan. Uit Iona komt dat. Laten wij bidden. Wij danken u voor die goddelijke mogelijkheid van de vergeving. Wij kunnen die niet forceren, niet maken, maar het bestaat wel. Het gebeurt, het is gebeurd en het kan zo weer gebeuren. God dank. Inshallah. En dan is het alsof u zelf in ons, onder ons bent. Wij bidden dat wij doen wat wij kunnen doen. Dat we ruimte maken voor de pijn van anderen. Voor wie last van ons hebben. Door ons gekwetst zijn. Voor wat ik de ander heb aangedaan. Wel of niet, willens en wetens, de ander, de dieren, de aarde, dat wij daarin geduld hebben, aandacht, telkens weer, een lange adem, uw adem. Daarom bidden wij. Vijand zoals ik ben, werk in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. Wij bidden dat het ons gegeven mag worden, als de slachtoffers hun verhaal hebben verteld, dat wij ook oog en oor krijgen voor daders, zoals die monnik in Algerije, zoals Jezus ons voordeed. En dat wij bevrijd worden van het slachtoffer zijn en van de wraak. We bidden dat wij menselijk straffen en helpen om misdadigers weer een plek te doen vinden. Dat uw kracht zo in ons werkt. Daarom bidden wij. Hemel aan zoals ik ben. Werk in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. Wij bidden dat het ons gegeven wordt te vergeven, dat het ons mag overkomen, dat ons wordt vergeven, dat de weefsels waarin wij leven worden hersteld. Ook al zie je de littekens en de stopsels. Dat wij daarna verder kunnen gaan. Misschien met elkaar, misschien zonder elkaar, maar dan elkaar aanbevelend in uw hoede. Daarom bidden wij. En zoals ik ben, werk in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart en ik in wij laten onze woorden gaan en openen voor u in de stilte ons hart.
Wij bidden samen met onze Vader. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Dan hebt u nu gelegenheid uw gaven te geven. Draai
in uw vrede ons hart rusten laat. God zij ons de kracht dicht bij u te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in uw heen, samen op uw veen. Houd ons tot zegen, ach, hoor en geween. Die zegen dragen wij, waar wij ook gaan, wat ons ook te doen staat. De levende zegenen en behoeden u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zegen ons en behoeden.